Volgende maand is het weer zover. De open dagen van de middelbare scholen. Onderzoek van onze redactie laat zien dat je, je niet blind moet staren op mooie nieuwe schoolgebouwen of de modernste computers. Kijk naar hoe het bestuur haar geld uitgeeft. Als meer dan 80% van het budget naar de leraren gaat, dan is het onderwijs waarschijnlijk bovengemiddeld goed. Het zijn voornamelijk Griekse goden. Griekse mythologie. Daar blijft bij pubers alleen iets van hangen als het door een goede docent wordt gegeven. Dat weet het schoolbestuur van het atrium in Amersfoort maar al te goed. En dus hebben ze veel en goed geschoolde docenten. Omdat je daar moet gebeuren, in het directe contact met de leerling. Dus de leerling moet de uitleg krijgen, moet begeleid worden op de momenten dat hij het moeilijk heeft, een docent beschikbaar, laagdrempeligheid, dat vinden wij belangrijk. Die keuze kost geld, wat betekent dat het schoolgebouw hier en daar gedateerd te noemen is. Maar de keuze wordt beloond. RTL Nieuws gaf scholen een rapportcijfer op basis van onder andere de eindexamenresultaten. Het atrium scoort goed omdat het 80% van zijn geld aan docenten besteedt. Gemiddeld geven besturen van middelbare scholen 78% van hun budget uit aan leerkrachten. Scholen die daarboven zitten krijgen gemiddeld het rapportcijfer 7,7. Maar hoe minder een schoolbestuur uitgeeft aan leerkrachten, hoe lager die scoren. Zo krijgen scholen waar dat minder is dan 75% gemiddeld een 7,3. Conclusie? Als je als school je onderwijs wil verbeteren, dan kan je beter niet te veel geld steken in stenen. Beter kun je investeren in hun, de mensen voor de klas. Want volgens onderwijsdeskundigen gaat er te veel geld naar die stenen. Dit onderzoek toont volgens hen aan dat schoolleiders nu echt twee keer moeten nadenken voor ze investeren in een nieuw duur schoolgebouw. Ga ik zoveel mogelijk geld op mijn personeel zetten, zodat ik de zo hoog mogelijke kwaliteit heb? Of wil ik een stenen monument voor mij en mijn opvolgers neerzetten? Ja. Maar bij het kiezen van een school is het ook verstandig om te kijken naar de diploma's van docenten. Want scholen waarop meer dan 80% van de lessen een bevoegd docent voor de klas staat, scoren gemiddeld een 7,7. Scholen waar minder bevoegd wordt lesgegeven, krijgen gemiddeld een 7,5. De Onderwijsbond waarschuwt dat een kwart van alle lessen in Nederland wordt gegeven door een onbevoegde leraar. Soms heeft hij geen diploma om überhaupt les te geven, soms niet voor het juiste vak. Dat zijn bijvoorbeeld docenten die een vak geven uh, als aderskunde terwijl ze bevoegd zijn voor geschiedenis. Het kabinet stelt onder meer een lerarenbeurs beschikbaar voor extra opleidingen en wil in 2017 alleen nog maar bevoegde leraren voor de klas. In de